Waar kwam dat gas ineens vandaan? Dat ding dat stond op scherm. Heeft Karel het soms fout gedaan? Kwam dat door die man? Laten we gewoon het beste ervan hopen. Als je maar formulier invult, dan is het veilig, zeker. Ik nam aan dat die man wel wist wat hij wel en niet moest doen. Ja, kom voor elkaar. Oké. Flauwekul, dat is niet jouw schuld. Ze weten nog niet of het wel goed komt met zijn been. Dat mag toch niet? Jullie hebben toch verstand van gas? Ja, maar die man dacht het kan wel even. Hey, helemaal jongen. Hey. Gaat het weer een beetje? Ja. Houd niet over. Slaap slecht, piekeren. Misschien kun je beter weer aan het werk gaan. Leid tenminste een beetje af. Nee, ik kan er toch mijn kop niet bijhouden. Dat maakt nog meer fouten. Flauwekul, dat was toch niet jouw schuld? Jawel. Ik heb beter die formulier moeten invullen. Ongeluk gebeurde gewoon. Hey. Oh ja, waar zijn we dan de hele dag mee bezig? Allemaal mensenwerk. En waarom hebben we dan al die procedures? Stap nou maar in. Gaan we op weg. Kom. Hey, Karel. Ja. Hallo. Jongen. Goed je te zien. Hey. Hey. Ja. Die zijn van de gasunie. Oh, juist. Wat verschrikkelijk allemaal. Hoe gaat het ermee? Nou, ze weten nog niet of het wel goed komt met zijn been. Echt waar? Hij krijgt straks nog een operatie. Het was niet eens zijn schuld. Ik had niet zo dicht bij die demper moeten komen. Ach, tja. Nou, ik had gewoon met een touw of een stok of zo moeten sturen. Waarom hebben jullie hem dat niet verteld? Nee, Paula, nee, daar gaat het niet om. Ik wou gewoon die machinist even helpen. Maar die vent op de kraan zat te prutsen, toch? Maar die man die schrok van het lawaai toen het gas ontsnapte en die gasdetecties ineens aangingen. Dat mag toch niet? Jullie zijn van de gasunie. Jullie hebben toch verstand van gas? Je laat mijn Karel toch niet werken als het gevaarlijk is. Paula, rustig. Mevrouw, dat mag ook niet gebeuren. Maar daarom zijn er dus werkvergunningen waarin omschreven staat dat ze brieven... Werkvergunningen? Als je maar formulier invult, dan is het veilig, zeker? Paula, toe nou. Ja, kom op zeg. Hoe vaak zeg jij niet dat al dat papiergedoe onzin is? Dat doen ze alleen maar omdat de gasunie dan gedekt is als een aannemer fout maakt. Dat zeg jij toch altijd? Nee. Toch? Ja, het duurt dan altijd zo lang voordat je echt aan het werk kunt. Hij komt toch als monteur... Niet als formulieren schrijven. Hoe komt hij nou nog aan zijn werk toe? Dat is ook zijn werk, mevrouw. En dat is misschien wel het belangrijkste van het werk. Ja, op zo'n werkvergunning staat precies omschreven wat de klus is, wat de risico's zijn en wie welke veiligheidsmaatregelen neemt. En als dat dan allemaal zo goed geregeld is, waarom ligt hij hier dan? Nou, heeft Karel het soms fout gedaan? Hè? Is het soms zijn eigen schuld? Wil je hem nou zien liggen? Straks kan hij nooit meer. Sorry hoor. Ik vind het echt heel verschrikkelijk wat er gebeurd is. Echt waar. Ik weet niet eens of het wel goed komt met zijn been. Straks kan hij nooit meer op zijn racefiets. En dat is echt alles voor hem. En ook voor onze zoon. Die fietsen altijd samen. En ik heb het hem nog niet eens gezegd hoe erg het eigenlijk echt is. Laten we gewoon het beste ervan hopen.
De dokters kunnen heel veel tegenwoordig. Ja. Ja. Ik hoop het maar. Laten we maar teruggaan. Hm? Komt u lekker zitten? Sorry hoor. Het is allemaal heel logisch ook. Het is ook verschrikkelijk. Maar uw man heeft niets fout gedaan. Nee. Nee. Beslist niet. Maar ik heb misschien... We hebben alles precies en grondig onderzocht. Het is fout gegaan door de reparatie van iemand anders. Eind verderop, eerder die dag. Ah ja? Hoe dan? Dat jij die demper van die terugslagklep af moest halen, was een heel stuk druk vrijgemaakt. En toen hadden wij mooi de kans om ook de actuator van een andere afsluiter te renoveren. En dat is? Dat is een motortje dat een afsluiter, een kraan, open of dicht kan doen. Nou en? Wat heeft dat nou met jou te maken? Nou, die monteur die is net even iets te ijverig geweest. Hij moest dat ding renoveren en weer terugplaatsen. Maar hij wou hem nog even testen om te zien of hij wel werkte. Logisch toch? Nee, dat had hij nooit mogen doen. Want om te kunnen testen heeft hij die ochtend de stuurleiding aangesloten. Nou, dat is de aanvoerleiding van het gas. Dat had nooit mogen gebeuren. In zijn werkvergunning stond actuele renoveren en terugplaatsen. Dat was alles, meer niet. Dus, keurig het briefje ingevuld en toch ligt Karel hier. Dank u wel. Ik ben bang dat het aan mij ligt. Oké. Dus die actuator van afgelopen maandag, toch? Klopt, ja. Okay. En dan heb jij dat voor mij? Ja, kom zo bij. Oké, ook een beetje. Goed, je weet het verder wel, toch? Ja, kom voor me. Oké. Ik nam aan dat die man wel wist wat hij wel en niet moest doen. Ik had die hele klus samen met die man moeten doorspreken. En niet makkelijk een paar kruisjes moeten zetten. Praten, daar gaat het om. Maar je weet hoe het gaat als het druk is. Ja, dat maakt niet uit. Ik wist al 2 weken lang dat die klus moest gebeuren. Die werkvergunning had lang klaar kunnen zijn. En ik had moeten zeggen waarom die moest monteren en niet mocht testen. En niet die stuurleiding moest vastmaken. Maar die man bedoelde het goed. Ja, natuurlijk. Maar veilig werken gaat vooral om houden aan afspraken. Ik wist dat jij de smiddags aan de slag moest, hij niet. Ik had met die werkvergunning het overzicht, hij niet. Zie je nou wel dat zo'n papiertje helemaal niet werkt? Als je alleen maar een paar kruisjes zet, nee, dan niet, nee. Maar met zo'n werkvergunning op tafel moest je op klus doorspreken. Wat zijn de risico's? Wat doe jij en wat doe ik? Dat doorspreken, dat is niet gebeurd. Ik snap het toch niet. Ik bedoel, alles was toch drukvrij? Alles was afgesloten, alles geblokt. Waar kwam dat gas dan ineens vandaan? Kwam dat door die man? Nee, dat was iemand anders. Die even wilde controleren hoe dat bedradingsschema van het bedieningspaneel eruit zag. Wanneer wil je dat ding vervangen dan? Doe het gelijk wel eventjes. Stond de switch op uit. En bij doormeten heeft onze collega per ongeluk een verbinding gemaakt. En zo is per ongeluk die actuator aangezet. Die andere man wou testen? Ja, daarom was hij alvast aangesloten. Ja. Dus dat ding dat stond op scherp. Wordt op afstand bediend met dat paneel. Dus, per ongeluk spanning op die schakeling. Actuator aan. Die zet weer die afsluiter open. Gas erin. En En de rest kennen we. Hey, Maartje. Goed. Ja, ik vond Thank you.
had die vent van dat paneel, had hij een werkvergunning? Nee. Had dat gemoeten? Maar die man dacht, het kan wel even. Dit is geen klus, dit is gewoon even meten, dacht hij. Ja, en als hij om een werkvergunning had gevraagd, dan had hij hem niet gekregen. Want er was gebleken dat het paneel alles te maken had met die andere reparaties. Door zo'n werkvergunning heb je het overzicht. Dan weet je, als je hier iets doet, dat het daar gevolgen kan hebben. Ja, en dat moet je dus met elkaar bespreken. Dus daarom zijn die werkvergunningen zo belangrijk? Ja, precies. Want anders was dit dus niet gebeurd.